De Osdorpse Possie noemen ze zich, of vrij vertaald de Osdorpse Bende. Deze maand kwam hun zesde cd uit, Geen Dagsvlieg. Zondag en maandag staan de vier Amsterdamse jongens op het hoofdprogramma van Pinkpop. Een podium dat Osdorp Possie inmiddels kent. Hoe is dat, staan op Pinkpop? Ja, groot, intens, fanatiek, heftig. Veel mensen gewoon die allemaal aan zijn te staren. En, ik kan me nog vorige keer herinneren, toen waren we nog niet eens op het toneel. Toen was het al heel druk voor het podium en ze wisten natuurlijk dat je zou komen. En toen werd ons intro muziekje gestart. Toen stonden ze al massaal te juichen en zo, weet je. Dan heb je nog niet eens wat gedaan. Dan sta je nog achter die schermen en dan sta je al van, wauw, te gek, weet je. Dan ga je bij voorbaat al uit je dak als ze dat doen. Dus ik hoop dat ze dat dit keer weer doen. Goedemiddag en welkom terug bij Pinkpop 1997 vanuit Landgraaf. Een van de optredens waar vandaag veel van wordt verwacht is dat van de ongekroonde koningen van de Nederhop, oftewel de Osdorp Possie. Ze deden gisteren ook al een optreden, maar toen zeiden ze, vandaag is het even anders als morgen. En morgen is vandaag. We gaan naar het optreden van Osdorp Possie. We kwamen zelfs twee keer en wij stonden geboekt voor een zondag. En toen ben ik toch gaan klagen bij Mario. Ik zeg, ja, wat flikken jullie ons nou? Waarom zetten jullie ons nooit een keertje neer op de maandag, op de hoofddag? Ik zeg, hebben we dat niet eens een keertje verdiend ondertussen? Nee, blablabla, een hoop gaar hoer. Via onze boeker, die zegt even, nou, bel die man van Pinkpop zelf maar. Toen was het gegeven, ja, jullie kunnen op maandag als er een plekje vrij komt. Na een gegeven moment kwam er een plekje vrij. En er werd een andere band neergezet. Dus ik belde van, hey, wat flikken hier nou? We hebben een afspraak gemaakt, toch? Ja, maar we vonden die band geschikt ervoor en bla bla bla. En, om lang vaak kort te maken, kwam er op neer, jullie komen niet te zang. Dus ik zeg, nou, dan krijgen we een tering, maar we komen helemaal niet. Toen heb je haaks op geflikkerd. En een half uur later werden we door onze boeken teruggebeld van, jullie staan twee dagen. Maar je moet die zondag ook nog. Dan kan je ook maandag. We gaan naar het optreden van Osdorp Possie en Marco Roelofs, jij staat ergens in de buurt van de kleedkamers van de jongens. Ja, dat klopt Jan Douwe. Ik sta hier backstage van het Zuidpodium en achter mij staat Def P, voorman van de Osdorp Possie. En over enkele minuten gaat het hier gebeuren op dit podium. Def P, hallo. Ja. Hey. Jullie zijn vandaag niet alleen. Wie heb je allemaal meegebracht? Meerdere mensen. We hebben DJ erbij, PWB van White Wolf. Die gaat live scratchen erbij. We hebben breakdancers, die heet Just For Fun. Die komen ook een soort tussenact doen. En we hebben Blind Justice, die komen ook nog meedoen. Waarom neem je zoveel mensen mee dan? Nou, omdat het allemaal mensen zijn die wij gewoon zelf goed vinden. En dit is ten eerste voor hun ook een te gekke kans om gewoon hun shit aan een groot publiek te laten zien. En wij gunnen ze die kans. En het is voor onszelf ook leuk. Want wij houden zelf echt van pure hip-hop, weet je. Met DJ's, breakdancers, al die oude shit gewoon. En tevens zijn we ook niet vies van een goede portie crossover muziek. Dus we willen juist beide kanten een beetje belichten ervan. Ja, maar er is dit jaar vrij weinig hip-hop op Pinkpop. Daarom doen wij er een schepje bovenop door echt met oldschool shit te komen. Zo. Het was altijd heel poppy of meer rock. Maar wij kwamen toen echt met gewoon mics, een DJ erachter met turntables. We hadden breakdancers meegenomen, we hadden een hip-hop show gedaan en we lieten ook zien van, fuck it, weet je wel, we zijn de eerste hip-hop act die hier gewoon zijn zegje staat te doen en die op Pinkpop speelt, weet je wel. Het was echt een hip-hop show en dat was gewoon voor Pinkpop vrij uniek. En sinds die tijd zijn er heel veel hip-hop groepen gekomen en hebben ze zelfs aparte dance tenten en weet ik veel wat. En we hopen natuurlijk dat we daarmee gewoon mensen kunnen laten zien dat hip-hop gewoon cool is, of nou op festivals thuis wordt. Maar ik denk dat we toen toch wel een soort lans hebben gebroken. Ben je zenuwachtig? Klein beetje. Dat ben je normaal toch niet, of wel? Nou, kijk, we treden ze wat vier keer in de week op, weet je. En op een gegeven moment ben je niet zo zenuwachtig meer. Maar dit is natuurlijk extra belangrijk. Helemaal, je staat echt letterlijk en figuurlijk in de picture hier, weet je. Dus het is toch anders. Maar een beetje zenuwen, dat kan nooit kwaad, hoor. Dat zorgt er meestal voor dat je extra scherp bent. Wat verwacht je er vandaag zelf van? Nou, gisteren was het erg rommelig. Dus vandaag staat iedereen echt scherp. Zo van wat gisteren verkeerd ging, moet vandaag goed gaan. En we hebben alles goed besproken. Dus ik hoop dat alles wat gestructureerder gaat. En zo. Na zijn en blijven wij waarschijnlijk altijd een beetje een chaos band. Maar we proberen er een goede lijn in te houden. Ja,
Oké, okay, nou, volgens mij moet je bijna op. Hey Marco. Veel succes. Def P, veel succes. Yo, yo motherfucker. Heb ik ook nog wel een keer willen doen voor 50.000 mensen. Yo motherfucker. Yo. Yo. Ja. Oké, zijn we klaar voor de band? Oké. Dit is heel gedurfd om deze band reddend aan te kondigen, maar het mag van ze, dus doe ik het toch. Je bent 3 dagen ver van huis. Het is maar dat je het even weet. Je kunt je morgen pas weer wassen. Je ruikt naar modder, stinkt naar zweet. En als je ooit je tanden poetst, moet je stoken en ook flossen. Ruist er dus met frisse adem lekker naar de Gedijst en
geen vrijheid, je blaast me mee. Ik zei luister schat, dat jij het dacht. Een rapper de vier je vent glas had. Toen kwam het jouw vuur en sloot de deur. En zei toen met je grote scheur. Ik heb een mobiel van hoe neer jij hebt weg. Want de politie is al onderweg. Ik zei luister maar, ik ben van de straat. Je weet zeker niet tegen wie de neus je praat. Ik gaf hem een taal, pak de gaal. Na het schietpistool mag ik bouw, bouw, bouw. Iedereen begon te rennen, want niemand kon eruit. Toen sprong er een maf, kijk door het raam. Iedereen raakte en in paniek. En ik bleef maar schieten op de klink. Kunt controle dat je vuur en het oude wijn. Wagen op de grond, net lood in de lijn. De hele trap, zo van het bloed. De lekkere verf, die werd niet goed. Net toen ik haar aanval geramde, hoorde ik die nieuwe van de band. Het was de moeder, neus voor de politie. Met de moeder, neus voor de justitie. Was een harde plek, want ik was al weg. Die hebben jou in een cel gekozen. Je vindt me misschien een beetje raar, maar een moordenaar! Een moordenaar! Een moordenaar! Een moordenaar van de moordenaar! Yeah! Yeah, dat was het binnenkomen! Nou, heb je tegenwoordig allemaal van die eikels die zichzelf de top van de Nederland noemen. Die zitten nu allemaal thuis voor de tv te kijken. En jullie staan allemaal hier. En er staan een heleboel losers bij met Radio 3 petjes op. Maar voor vandaag zal ik dat allemaal vergeven. Ha, deze is voor iedereen hier aanwezig en thuis voor de tv. En voor DJ PWB. Zo fucking simpel. Zonder gaten vol te praten met die wekker, die shit. Stel die echte teksten, niet die kromme, maar die rechter. En luister mee, jij met woorden kan effect. Als ze vallen zonder ballen, zal ik aan de stallen knallen. Ik heb mannen aangevallen die maar in herhaling vallen. Hokus, bonus, raad de vieren aan de kokers. Smoken met moken, maar ik zie niet waar de rook is. Ga maar flippen, onbegrippen, aan de stippen. Mag hem naar die rippen, want je kan hem niet aan tippen. Babbel om de bedden, om de bibber, om de mannetjes. Ik zal je laten sjokken en ook in het dokken, de ene gevangenis. Dat was het begin van het optreden van de Osdorp Posse. Het is niet het enige, want straks komen we weer terug. Om 6:30 is onze volgende uitzending. Het voorboekje voor de periode 6:30 is vanaf 6:30 de Osdorp Posse het afsluitende gedeelte. En daarna gaan we verder met de Counting Crows. Wat alleen weer jammer was, dat precies om de tijd dat wij op tv kwamen, had je Sesamstraat en politieke partijen. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Dus wat voor heel veel groepen zeg maar de doorbraak is van live televisie op Pinkpop, dat was bij ons een beetje een bummer eigenlijk gewoon. Ja, iedere keer als wij op Pinkpop speelden, dan denk je van, nou Pinkpop, dat is het festival, weet je wel, daar gebeurt het. Als je Pinkpop speelt, dan kom je op tv. En iedere keer als wij speelden, kwam gewoon reclame kloppen. Over ruim 30 minuten zijn we opnieuw voor onze volgende uitzending. Tot dan. We rappen net als seks, als jij kan flowen op een beatje. En de break wordt aan de klimaat, zoals de klaar komt in de grietje. In een liedje, dat genietje van een dietje en een schietje. Zat in de maan, en op de maan, lekker wietje. Laat je metaforen horen, schep maar op van je skit. Laat me niet merken dat je me uitvoert, dat ik ook nog een beetje deel schiet. Ik geef toe, ik heb een beetje capsules. Er komt een beter rest, maar een beetje gewone shit. Yeah. Zo superbol, zo superbol. Vandaag gaat het lukken. Ik voel het gewoon. Marjolinda, yo te quiero. Ja, die daar. Dat is hem. Dankzij nieuwe Robijn met anti-aging systeem blijft het ook mooi. Ja, en we zeggen, ze zeggen nou dat we live op tv zijn. Ze staan hier allemaal te filmen. Maar wij hebben toevallig in de gids gekeken en ze zijn er ondertussen al lang uitgegaan van Sesamstraat. Dus we zijn hier alleen nog maar onder elkaar, weet je. Een klein gezellig sfeertje zo. En zo hoort het. Aangezien we helemaal in de Sesamstraat sfeer willen blijven.
Zo ziet het Pinkpopterrein er op maandagavond 6:30 uit. 50.000 mensen die voor het merendeel voor het Zuidpodium staan. Want daar staat op dit moment de Osdorp Posse te spelen. En in de tussentijd zijn er even uit geweest. Is er het nodige gebeurd? Lijkt me een voetbalwedstrijd. Er is een breakdance act geweest. Is overigens nog niet gescoord. En als er iemand scoort, dan is het alleen de Osdorp Posse. Maar er is een breakdance act geweest. En inmiddels is er ook een band bijgekomen. Die band die heet Blind Justice. We gaan weer terug naar het optreden van de Osdorp Posse. Laatste nummer. En ja, ik kan er ook niks aan doen. Omdat er zoveel mensen met Radio 3 petjes hier staan, lijkt het me slim om met een nummer af te sluiten wat echt elke boerenlul kent. We hebben alleen onze eigen tekst erop gemaakt. Het heet Geen Slaap tot Osdorp. En dat is voor jullie, omdat het mooi weer is, dat we dankbaar zijn dat jullie allemaal gekomen zijn, dat wij hier kunnen staan. En dat we eindelijk weer het hippo kunnen kicken hier. Op dit grote podium. Ik zou zeggen, geen slaap tot! Ja, dat was een schijnbeweging.
Dat waren ze, Seda, IJsblok, King en Def P, oftewel de Osdorp Posse, aangevuld met de band waar ze op hun laatste album, Geen Dag Slieg, ook al een aantal nummers mee opnamen, Blind Justice. Het podium gaat zo gedweild worden, want over 3 kwartier moet daar gespeeld worden door de Amerikaanse band Live. Ik heb erg genoten van het optreden van de Osdorp Posse. Ze hebben ook 1 nummer gespeeld straks voor de internetters in Nederland. Over internet gesproken, als je Pinkpop op internet zou willen meemaken, dan kan dat. Dan luister je mee in Real Audio. En dan moet je gewoon even aanklikken www.vpro.nl/koudzweet. Dat is www.vpro.nl/koudzweet. Een aantal reacties hebben we binnengekregen en ik wil er graag 2 even voorlezen. Eentje komt van Peter Koster en Peter schrijft het volgende. Prachtig idee om Pinkpop integraal via het net te verspreiden. Ik kreeg net een visioen waarin in elk park in Nederland groepjes mensen rondom een laptopcomputer met Pinkpop mee zitten te genieten. En het internet, dat is een boodschap van Wouter Vogel, is vaak nogal gammel. Maar jullie halen eruit wat erin zit. Een vrije keuze, zelf beslissen naar welk podium je luistert, dat is het summum. Fantastisch, dat schrijft Wouter Vogel. Nogmaals, voor diegenen die willen internetten, Pinkpop op internet meemaken in Real Audio, www.vpro.nl/koudzweet. Thank you.